Al wat langer dan een jaar heb je nu het elektronisch schakelen van Shimano. We hebben dat al verschillende malen gemonteerd nu op fietsen. En ik wil je graag even laten zien hoe het nu eigenlijk werkt. Shimano maakt iets heel moois, licht en schakelt perfect. Kom maar even mee naar de werkplaats. We staan hier bij een fiets met een nieuwe DI2 groep van Dura-Ace. Waar gaan we nou naar kijken? Wat zijn nou exact de elektronische onderdelen? Als je kijkt naar de hendel van Dura-Ace, ziet hij er aan de buitenkant hetzelfde uit als zeg maar de oude hendels. Alleen druk je nu op de knoppen voor het schakelen. En je hoeft je niet de hele hendel meer te bewegen. Hier vandaan loopt de kabel naar de derailleurs toe. Maar in het zicht en onder handbereik zit ook nog een indicator om te kijken hoe het met je batterij is. Hij geeft ruim van tevoren aan, bijna 500 kilometer van tevoren, of hij leeg is, dus tijd genoeg om hem weer op te laden. Hieronder nog een heel klein knopje, dat mocht je een ander wiel krijgen onderweg, vooral voor de wedstrijdrijders onder ons, dan kan je dat nog een beetje bijstellen. Dus altijd perfect schakelen. Verder loopt hij door. Inmiddels zijn er al frames op de markt waarbij het helemaal weggewerkt zit. Hier hebben wij het nog moeten wegwerken op de buis en niet door het frame heen. Komen we bij de accu. Makkelijk uitneembaar en ook makkelijk op te laden. En ook erg licht en gaat echt duizenden schakelkilometers mee. De voorderailleur met motor. We zullen zo direct ook zien dat die automatisch afstelt. Ook als de ketting er net iets tegenaan loopt. En uiteraard de elektronische achterdeur. Je hoort het motortje hier al de boel aansturen. Maar je ziet ook met één druk op de knop hoe licht op het schakelt. Dit was heel in het kort de nieuwe Shimano DI2 schakelgroep. Wil je nou meer technische info of zou je het nou zelf eens willen proberen, ben je uiteraard van harte welkom bij ons in de winkel.